We zijn vandaag te gast bij Johan Schram, eigenaar van taxicentrale Purmerend. En we zijn de getuigen zometeen van het feit dat Ruud Veenhuizen, een van de taxichauffeurs, zijn laatste rit eruit vannacht. En het klinkt desastreus, maar dat is niet zo. Ruud gaat met pensioen. Meneer Schram, hoi, fijn dat we hier mochten zijn. Vertelt u eens, hoe bent u ooit begonnen met taxicentrale Purmerend? Hoe ben ik ermee begonnen? Ik ben, vorig jaar, denk precies nu een jaartje geleden, kreeg ik het eigenlijk via aangeboden. En toen heb ik het overgenomen. En wat deed u hiervoor? Hiervoor was ik wel werkzaam in deze branche, maar meer directiegericht. Dus meer voor bedrijfrijen, het management van beursgenoteerde bedrijven. Dan zeg ik simpel. Is het zo simpel om een taxibedrijf te runnen in Purmerend? Nee, ik kom hieruit, dus ik ben ermee opgegroeid. Mijn vader deed het ook al. Dus is het simpel. Je moet wel weten waar je over praat natuurlijk. Maar het is mijn dingetje. Dus ja, is het simpel. Ik ga niet zeggen simpel, maar het is leuk. En in welke zin is het leuk? De mensen in de auto, ik rijd zelf ook nog steeds. Het is gewoon leuk, het is leuk werk. En hoe zit het in de nacht? Hè? Want dan heb je ook heel veel jongeren natuurlijk, neem ik aan. Er komt wat drank in het spel of andere dingen. Hoe speelt zich dat af in de nacht? Hoe veilig is een taxichauffeur? Dat valt me eigenlijk 100% mee hier al. Vale azobak! Ik denk dat Amsterdam toch heftiger is. Af en toe krijg je wel eens mensen in de auto. En zie je ze aankomen lopen, denk je, nou, dat gaat met een rit worden. En dan stappen ze in en dan is het heel relaxed. Je komt natuurlijk wel eens mensen tegen die in slaap vallen. Met de trein dan bijvoorbeeld, of met een bus. Dan komen ze hier in Purmerend terecht. En laatst heb ik er eentje gehad, die moest naar Leiden. En hier is hij gewoon verkeerd uitgestapt. En dan staat hij ergens op de weg van, ik moet naar Leiden. Ja, ik breng je, maar het is niet goedkoop. En dan zijn ze wel dronken, maar ze zijn altijd beleefd. En ja, het is echt anders dan in Amsterdam. Oké, ja, maar dat geloof ik zonder meer. Nou rijdt u in de ronde met prachtige Kia's. Op wat voor basis maakt u nou een keus voor een bepaald merk auto? Worden het Tesla's? Nee, Tesla zal het hier denk ik niet gaan worden. Okay. Als u nou wel een Tesla neemt, dan ga ik elke dag bij u rijden natuurlijk. Hè? Nou zitten we hier omdat er een van uw chauffeurs, een van het eerste uur, die neemt vannacht afscheid. Die rijdt zijn laatste rit omdat hij met pensioen gaat. Vertel eens wat over die man. Hoe is hij bij u gekomen? Hoe lang is hij al bij u? Ruud is er eigenlijk vanaf het begin. Toen ik het heb overgenomen, zat Ruud erbij. Dus ik heb Ruud erbij overgenomen. Wat voor persoon is Ruud? Ja, Ruud is een correcte man. Alles wat je onder correct kan verstaan, dat is Ruud. Ja. Zowel in hoe die mensen benadert, hoe die in de omgang is. 7 uur beginnen is 6:30, 6:50 gaat de bel om de sleutel op te halen bij wijze van. En dan is hij er al klaar voor. Ja. Gaat u hem missen? 100%, ik ga hem zeker missen. Okay. Een laatste gedag zeg je, Ruud, ik wens je in ieder geval heel fijn pensioen. Ga lekker genieten met je kinderen. En lekker op vakantie en lekker genieten, zou ik zeggen. Ik ga mijn laatste ritje rijden en ik denk, ik ga Ruud nog even gedag zeggen. Want wat gebeurt er dan? Hij gaat met pensioen. Meneer Honing, hoe is het? Hartstikke goed. U weet dat Ruud vanavond of vannacht zijn laatste ritje rijdt? Laatste nacht, hè? Ja. Zal u hem missen? Zeker weten, ja. Een van de beste chauffeurs van Purmerend. Ik heb even wel €100 gepind. En gaan die stuk vanavond? Die gaan helemaal in de kloten vanavond. Alle azobak! Jij een beetje normaal? Dat zal toch niet gebeuren? Ik ben schadevrij. Dat je nu crasht! Hey, dat zou een topper zijn eigenlijk. Ja. Eigenlijk moet je hem gewoon in de prak rijden. Om hem echt af te sluiten. Goed, een geweldige service die we al die jaren gehad hebben van je. Ja, doet het goed aan je vrouw. Collega's. En aan je kinderen. We zijn nooit teleurgesteld. Want dit mag Johan niet weten. Sorry, dit moeten we niet uitknippen. Dat kan echt niet. Johan, sorry. Ja. Ruud, goeiedag. Goeiedag. Hoe is de nacht bevallen met ons? Buitengewoon goed. Ik kan niet anders zeggen. Heel apart. Ik had het niet verwacht eigenlijk. Nee. Nee, dat je het niet verwacht had, dat snap ik. Hoe lang zit je al op de taxi? Afgelopen september was 20 jaar. Wat ik zal missen, ja, ik denk het totaalpakket. Ik ben natuurlijk 20 jaar geleden begonnen en de ouders die ik toen had. En nu heb ik de kinderen van die ouders. Ja. En vroeger was het Ruudje. Ja. En nu is het nog steeds Ruudje. En dat zijn het dan van die ukkies, die zeggen ook gewoon Ruudje. Net als de ouders. Dit hebben we voor je gekocht en ik zou zeggen, pak uit.
Nou, dat is een stoere. Dat is een hele stoere feint, hè? Echt wel. En fotogeniek, hè? 100%. Waar komt die te hangen, Ruud? Ik denk in de huiskamer natuurlijk. Okay. Ja, dan krijgt hij een hele mooie plek. Okay.